Even nog over het asielbeleid, vrienden. Een tijdje geleden heb ik 2 video's gemaakt over een beveiliger. En die schreef mij vanuit het AZC in Ter Apel. En die schreef wat een grote puinhoop en wat een chaos het daar was. En hoeveel last ze hadden met die asielzoekers. Ja, en hij schreef toen al van ja, het zijn vooral jonge mannen. Duizenden jonge mannen, hele grote groepen. En die hebben scheid aan alles en iedereen. Stelen en vechten en hebben overal maling aan. Hij zegt, het zijn gewoon allemaal kanslozen. En die gaan keer op keer in de fout. Nou, er werd toen niks mee gedaan, hè? Met al dat nieuws. Nee, niet op tv, niet in de kranten, nul. En nu is het de Telegraaf. Ja, die komt dan met een bericht met rapporten van de COA. En die zijn dus nu openbaar gemaakt. En daaruit blijkt dus dat vooral jongere asielzoekers, ja, die zijn agressief, gebruiken geweld, gaan tekeer tegen het personeel van de COA. De personeel dat wordt uitgescholden en die worden bedreigd en die worden vernederd en ga zo maar door. En er is een hoop geweld en agressie. 1700 gevallen. Kun je je voorstellen? 1700 gevallen afgelopen jaar. En dan gaan ze dus intussen, willen ze maar doorgaan met die spreidingswet. Ha! Vrienden, hoe vind je die nou? Ja, het is niet te geloven. Ze hebben dit al die tijd stilgehouden, hè, met het COA. Dat het dus een chaos is met die asielzoekers. En dat die mensen zich verschrikkelijk misdragen. En nu? Ja. En die willen ze dus maar verspreiden over Nederland. Ja, en toen heeft die beveiliger al gezegd, je verplaatst gewoon de ellende van Ter Apel bijvoorbeeld naar de rest van Nederland. En nu hebben alle andere gemeenten krijgen last met deze mensen. Nou, ik zou het tegen, ja, en dat blijkt nu. En dat gaat dus nu ook gebeuren. En die mensen in Albergen, ja, want dat heb ik gelezen, jullie zijn dik in het verzet tegen de komst van een AZC daar. Nou, ik zou zeggen, blijf in het verzet en blijf protesteren.